Breda Nu. Je weet het meteen. Staatssecretaris Jetta Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was in het Huis van de Heuvel in Breda om het 1000ste zwerfboekstation van Nederland te openen. Het is een soort van bibliotheek, maar dan vind ik hem spannender. Want je weet natuurlijk nooit precies wat er in zo'n kastje zit als je dat openmaakt. En iedere keer komt er weer iets uit tevoorschijn wat je misschien niet onmiddellijk zelf had uitgezocht, maar wat wel heel erg de moeite waard is. Een soort geocache voor boeken eigenlijk. Ja, zeker. En wat ik nou zo mooi vind is dat het voor alle kinderen is. Dus ook voor kinderen van ouders die misschien niet zoveel geld hebben en die zelf niet zoveel kinderboeken kunnen kopen. Kinderen, alle kinderen, ook hier in Breda, kunnen natuurlijk naar zo'n kastje toestappen en daar een leuk boek uithalen. Nou, en als het uit is, stop je het er weer in. En dan kijk je wat alle andere kinderen in het kastje hebben gestopt. Zou hij later ook zo beroemd worden? Ze zeiden dat hij een hele goede doelman was. Hij had ook altijd heel veel geluk. Elke wedstrijd vloog er wel een bal tegen de paal of tegen de lat. Guus geluk, zo noemden zijn vrienden hem. Hoe was de lunch? Het was best wel lekker, alleen ik vind het jammer dat alles heel snel op was. Oh, maar daar staat nog wat, hè? Ja. Oh, dus kun nog even vooruit. Ja. Lees jij graag? Ja, ik lees wel heel graag. Ja? Wat voor soort boeken? Kun je eens wat titels noemen wat je leuk vindt? Leef van Loser, Dagboek van Nut, Moppenboeken en Avontuurboeken. Oké, en nou komt hier een kastje te staan, daar kun je boeken in stoppen en boeken uithalen. Ga jij daar gebruik van maken? Ja, ik denk het wel. Wat voor boek hoop je dan nog aan te treffen? Nog een paar Dagboek van Nut, want ik heb de hele serie van Leef van Loser al uitgelezen. Oké, en welke boeken ga je er zelf in stoppen? Alle boeken die ik thuis nog heb en die ik niet meer lees. Het gaat vooral om kinderen die van milieus afkomstig zijn, waar het niet zo vanzelfsprekend is dat je een hele hoop boeken in huis hebt. Hè. Daar zijn die stations voor die we hebben bij kinderboerderijen, op allerlei plekken waar kinderen komen. En wij hopen op deze manier daartoe bij te dragen dat ook die kinderen gewoon de beschikking hebben over boeken. En het is nog te vroeg om daar echt succesfactoren aan te hangen. Maar ik denk dat dat uiteindelijk wel heel veel succes gaat krijgen. En als je al 1000 stations hebt en we gaan gewoon op naar de 2000ste, dan gaat het helemaal goed komen.